Omwonenden van het nieuwe bedrijventerrein in IJsselmuiden hebben de laatste dagen vanwege het droge vriesweer en de harde wind veel overlast en zelfs schade ondervonden van het vele opwaaiende zand en fijne stof, doordat de harde wind het zand met kracht richting de aangrenzende percelen blies. Niet alleen lagen de straten, stoepen en bedrijventerreinen vol met het fijne zand, het zand waarde zelfs naar binnen in de huizen en bedrijven. De overlast is zelfs zo groot dat ondernemers de geleden schade willen verhalen op de gemeente Kampen of de aannemer, want dat er overlast is, staat als een paal boven water. Ja, het stuift gewoon de hele dag door. Het lijkt wel een zandstorm hier. En ja, we kunnen er niks aan doen, we kunnen het niet tegenhouden. Het blijft maar doorgaan. Het is heel vervelend en niet alleen bij ons, maar ook bij onze buren en op het andere industrieterrein. Het straalt hier gewoon langs het zand. We hebben net even een kijkje genomen in de woning. Het komt zelfs naar binnen. Ja, het is gewoon de fijnste stof van het zand. Dat waait echt overal dwars doorheen. Het is hier in de woning, bij mij in de zaak ligt alles eronder. Maar ook de buren die hebben bijvoorbeeld boven gewoon alles in de vensterbank liggen. Het is alleen maar stof. Aannemer die zou in principe verantwoordelijk zijn, maar die heeft op 23 februari de zaak opgeleverd aan de gemeente. En bij de gemeente, ja, daar was gewoon tot nu toe niemand bereikbaar. Ik heb geprobeerd om meneer Veldtoen te spreken, maar dat is niet doorgegaan. Toen heeft zijn secretaresse mij gebeld. En ja, ze gingen wel actie ondernemen. We hebben dus 2 dagen lang in die rotzooi, of 3 dagen in die rotzooi gezeten. En nu zijn ze vanmorgen op de 4e dag eindelijk begonnen met het sproeien van het zand. Ik weet het niet meer wie je moet bellen of wie te bereiken is, maar 3 dagen lang heeft niemand iets gedaan. De wind is nu aan het gaan liggen, dus eigenlijk mosterd het naar de maaltijd. Zo kun je dat wel zeggen, echt mosterd het naar de maaltijd. Want iedereen heeft de overlast gehad. En als er bij de gemeente iemand wat sneller actie had ondernomen, dan hadden we heel veel leed kunnen besparen. Heeft u schade ondervonden? Nou ja, goed, we hebben de gemeente nu aansprakelijk gesteld. En wij niet alleen, ook de buren hebben dat gedaan. Wij eisen nu dat de gemeente in ieder geval aanstaande maandag zorgt dat alles schoongemaakt wordt. En ja, dan zullen we afwachten. De schade die is, wat is schade? Alles ligt onder het stof, alles moet schoongemaakt worden. Maar het grootste probleem is bijvoorbeeld de zonneweringen met de motors, die zitten ook allemaal vol met stof. Ik sprak net de buurman, die heeft zelfs een hele heftruck eronder zitten. Het is alleen maar stof, stof en nog een stof. Dan zag ik u net een nieuw slot in uw buitendeur zetten. Dat kan ook van het stof zijn. Ja, de sleutels passen er niet meer in, dus ik weet het ook niet. Ik heb een nieuwe sleutel erin gezet, omdat de sleutel er wel weer in past. Maar de sleutels passen in geen van onze sloten meer. Die zitten waarschijnlijk allemaal vol met stof. Ik weet het niet. Dit is de enige oplossing om er maar een nieuwe in te zetten. Ik weet het anders ook niet.